hoi! Fijn dat je kijkt naar dit filmpje waarin ik je ga vertellen en laten zien wat de opdracht is van deze week. Wat je deze week thuis mag gaan knutselen. Nou, zoals je misschien wel weet is het lente. En het is mei, de maand mei. En in mei leggen alle vogels een ei. En daarom gaan we deze week een vogelnest knutselen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst even kijken hoe een vogelnest eruit ziet. Dus ga je mee naar buiten? Dan zie ik je zo. Dat is super leuk. Hier in de sloot is een nest van een meerkoet. En hij heeft een hele poos zitten broeden. En nu heeft hij dus kleintjes gekregen. Dus ik hoop dat hij zo een beetje opstaat. Dat jullie dat ook kunnen zien. De moedermeerkoet die zit op de kleintjes. Volgens mij heeft ze ook nog een paar eieren die nog niet zijn uitgekomen. De vadermeerkoet die brengt af en toe wat lekkers. Kijk, kijk, kijk. En de meerkoet maakt het nest op het water. Dat is natuurlijk veilig. Dan kunnen poezen er moeilijker bij. Kijk, er zit ook al een kleintje naast het nest in het water. Nou, als die kleintjes groot genoeg zijn en ze kunnen zelf een beetje zwemmen en zo, dan gaat moeder meerkoet ook weer nieuwe eieren leggen in het nest. Gebruikt het nest nog een keer. Nou, zie je, het nest is helemaal gemaakt van takjes en van grassprietjes. Op het water gemaakt. Kijk, dit is ook leuk. Dit is een wilg. En in deze boom zit dus een nest verstopt. Moet je maar eens even kijken. Een nest gemaakt van allemaal takjes. Maar het nest is al helemaal leeg. Dan denk je misschien van welke vogel is dit nest? Nou, dit is het nest van een eend. Dus een eend maakt ook wel eens een nest in een boom. Nou, nu is het nest al helemaal leeg. De kuikens zijn al uit de eieren gekomen. En als alle kuikens dan uit de eieren zijn gekomen, dan verlaat moeder eend het nest. Gaat ze uit het nest. En de kleintjes die volgen haar dan. En dan één voor één vallen die kleine eendjes uit de boom op de grond. Nou, dan kunnen ze gewoon tegen. Dat noem je nestvlieders. Dus bij sommige vogels blijven de kleintjes in het nest. Dan zijn het nestblijvers. Maar bij de eend, alle eendjes uit de eieren zijn gekomen, gaan ze uit het nest, gaan ze achter moeder eend aan en gaan ze, hup, de sloot in. Kunnen ze al zwemmen ook. Want ze hebben ook al veertjes, hè, als ze uit de eieren komen. Ja. Heb je ook gezien dat in het nest allemaal kleine veertjes zitten? Heb je wel gezien, hè? Dus om het lekker warm en zacht te houden. Nou, en zo blijft het nest dan achter met de lege eierschillen, ja, van de eend. Nou, we zijn hier op het weidepad. Ik loop hier heel vaak met mijn hond. En toen zag ik pas een keer dat hier hekken staan. Toen dacht ik, zijn hier werkmannen aan het werk of zo? Maar nee, moet je eens kijken. Er zit dus een zwaan achter deze hekken. En waarom hebben ze dat nou gedaan, die hekken hier neergezet? Nou, een zwaan, als die dus een nest heeft en als die jonkies heeft, dan kan die best heel boos reageren als je daar vlak langs loopt. Want dan denkt hij misschien dat je de jonkies wil pakken of zo. En dan wil hij ze beschermen. Nou, en daarom hebben ze de hekken zo neergezet. Zodat de mensen die hier lopen met een hond, dat die veilig zijn. Dat die niet worden aangevallen door de zwaan. Want als een zwaan boos is, hè, dan kan hij bijvoorbeeld heel hard gaan blazen. Zo met zijn snavel. Maar hij kan ook met zijn vleugels heel hard slaan. Dan moet je echt vooruitkijken voor een zwaan die boos is. Nou, en dan zit hij veilig achter het hek, hoeft hij zich ook geen zorgen te maken dat zijn jonkies of zijn eieren niet veilig zijn. Kijk eens wat een mooi nest die heeft gemaakt. Echt een groot nest, hè? Allemaal ook takjes en grassprietjes en rietstengeltjes. Een heel mooi plekje gemaakt om zijn eieren zo uit te broeden. Dat is de zwaan. Nou, dan kunnen we aan de slag. Pak je witte envelop erbij die je van de juf hebt gekregen en haal daaruit
een velletje bruin papier, klein velletje, een groen velletje, een groot vel blauw en een groot wit vel. Die heb je nodig. Envelop aan de kant. Zo. Verder heb je nodig lijm, schaar en kleurpotloden. Nou, dan beginnen we met het blauwe vel. Dat is de ondergrond van het werkje. Dat wordt het water. En dan pak je als eerste erbij het bruine velletje. En daar ga je allemaal hele smalle strookjes van knippen. Zo smal ongeveer. Nou, die strookjes, dat zijn de takjes waar de vogel haar nest van bouwt. Die ga je zo in de rondte neerleggen. Nou, dat zou natuurlijk een beetje te lang duren als ik dat allemaal nu ga knippen. Dus ik heb alvast wat strookjes voorgeknipt. En die zal ik even neerleggen, zodat je een beetje een idee krijgt hoe je zo'n nest maakt. Kijk, ik leg eerst de buitenste strookjes neer. Als je er zo ongeveer 5 hebt in een rondje, dan kun je die even vastplakken. Doe dat met een klein beetje lijm op de achterkant van het strookje. Dus een heel klein beetje lijm van de ene naar de andere kant. En die plak je dan netjes op. Nou, zo doe je dat natuurlijk ook met al die andere strookjes. Nou, ga ik nu niet doen, dat zou te lang duren. Maar als je die dan allemaal hebt opgeplakt, dan ga je verder met strookjes weer. En ik heb nu eerst de buitenste neergelegd en opgeplakt. En dan ga je verder met strookjes die meer in het midden, een beetje meer aan de binnenkant van het nest komen. Leg je die eerst weer neer. Dan plak je ze ook weer netjes vast. Dan ga je weer verder. Nog meer naar binnen toe komende strookjes dan. Zodat ook in het midden van het nest de takjes liggen. Zo. Nou, zo bouw je helemaal zo je nest vol eigenlijk. Nou, als je dat hebt gedaan en netjes hebt vastgeplakt, dan zal je bruine papier wel ongeveer op zijn. Dan pak je het groene vel papier erbij. Dan ga je eigenlijk hetzelfde doen. Dus ook smalle strookjes knippen. En dat zijn dan grassprietjes. Want de vogel gebruikt ook vaak grassprietjes en stengels. Om het nest verder mee te maken. Nou, ik heb er alvast wat voor geknipt weer. Die leg je er ook zo netjes overheen. Plak je natuurlijk steeds weer tussendoor een paar vast. Zoiets. Nou, dat heb ik hier ook al voor gedaan. Kijk, ik heb hier ook al die strookjes al vastgeplakt. En je ziet, ik heb er ook wat stukjes riet bij geplakt. Om het nog wat echter te maken. Nou, misschien vind je zelf buiten in de tuin ook wel takjes bijvoorbeeld. Die je kunt gebruiken en erop kunt plakken. Zodat het wat echter wordt. Of misschien heb je wel wat veertjes. Die erbij kan plakken, net als in een echt nest. Hè? Dat hebben we buiten ook gezien. Bij die eend bijvoorbeeld. Of misschien heb je wat draadjes wol die je erbij kunt plakken om het lekker zacht te maken. Voor de eieren. Nou, dat plak je ook allemaal netjes vast. Handig denk ik met sterke lijm als je dat hebt. Nou, als dat zo klaar is, dan moet er natuurlijk ook nog een vogel op het nest komen. Daar heb je het witte vel voor nodig. Het is handig om dat dan door de midden te vouwen. Want dan heb je ongeveer de grootte die nodig is voor de vogel. Nou, pak je een potlood. En dan ga je eens denken van wil ik een zwaan maken of een eend of misschien een meerkoet. Hè, die we ook hebben gezien op het nest. Nou, dat is best wel lastig natuurlijk om een vogel te tekenen, maar ik heb er wel een handig trucje voor. Zal ik je laten zien. Ik schrijf eerst het cijfer 2. Zo.
En dan kun je daar heel makkelijk bijvoorbeeld een zwaan van maken. Nou, ga ik proberen. Ik teken het even op de kop voor jullie. Jullie kunnen het natuurlijk gewoon recht voor je tekenen. Kijk, ik maak hier een kop van. Zijn nek, zijn hals. En dan zo hier zijn lijf. Nou, er komt hier natuurlijk een snavel. Oogje. En zijn vleugel. Nou, dan heb je heel makkelijk een zwaan getekend. En dan krijg je misschien zoiets. Hè? Die kleur je netjes in, knip je hem uit. Misschien wil je wel een eend. Nou, dat kan ook. Ik schrijf eerst weer het cijfer 2. Zo. Hier komt de bovenkant van de kop, bovenkant van de rug. Nou, ga ik weer proberen hoor, voor jullie op de kop te tekenen. En zijn buik. Zo. Even een korsnavel. En een oogje. Nou, en een vleugel natuurlijk. Nou, die kleur je dan ook in. Knip je netjes uit. En dan krijg je misschien zoiets. Zo'n zwaan, een eend. Of je maakt een meerkoet. Dan moet je hem helemaal zwart inkleuren. Met een witte snavel. Nou, dan moeten er natuurlijk ook nog een paar eieren bij. Je hebt vast nog wel een stukje wit papier over. Waar je een stuk of drie eieren tekent. Een ei is ovaal, zoals je weet. Dus probeer een mooie ovaal te tekenen. Die knip je ook uit. Heb ik natuurlijk alweer gedaan voor jullie. Nou, als je die dan eerst in het nest plakt, die eieren, dan kun je er daarna je vogel op plakken. Dus nou, ik kies bijvoorbeeld de zwaan. Die plak ik zo op de eieren. Zo, plak je allemaal netjes vast. Als je dat hebt gedaan, dan is je werkje klaar. Dan kun je het meenemen naar school, aan de juf laten zien en aan de andere kinderen. En dan kunnen jullie het een mooi plekje geven in de klas. Nou, ik wens je heel veel succes met deze opdracht. Doeg!